In Antwerpen is gestart met de bouw van een testdorp. Daar zullen elke dag 600 Antwerpenaren kunnen getest worden op corona. Je komt hier aan, je wordt naar een van de drie rijen doorverwezen en aan het einde van de rij, achter ons, zie je de tentjes staan en onder dat tentje wordt de effectieve test afgenomen. Dat testen belangrijk is, bewijzen de stijgende cijfers. We praten erover met onze studiogast Seven van Gucht. Die man is gecatapulteerd over een wagen en heeft daar een ravage veroorzaakt tussen een achttal, negental wagens aan het kruispunt. De spookrijder die gisteren met zijn pick-up een spoor van vernieling aanrichtte in Houthalen Helchteren, is allicht onwel geworden achter het stuur. In 2 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua is een nieuwe brug ingehuldigd. En na het eerste voetbalweekend wordt er vanuit verschillende hoeken gepleit voor sancties voor spelers en supporters die de coronaregels niet naleven. Het is 7 uur. Dit is Het Journaal met Wim de Vilder. Een heel goede avond. In Antwerpen wordt volop gebouwd aan een groot coronatestdorp. Dat komt er op het terrein van Spoor Oost in Borgerhout, waar sinds enkele jaren ook de Sinkse Voor staat. Vanaf eind deze week zullen zich elke dag zo'n 600 Antwerpenaren die mogelijk besmet zijn met het virus, maar nog geen klachten hebben, kunnen laten testen. Maar ze moeten zich wel eerst aanmelden daarvoor. Honderden meter hekken en enkele tenten. Hiermee bouw je in amper een week tijd een groot coronatestdorp. Het ziet eruit zoals de startzone van een grote sportwedstrijd. Daarom is een organisator van zulke wedstrijden in de arm genomen, zodat in de tweede helft van deze week Antwerpenaren hier terecht kunnen voor een coronatest. Je komt hier aan, je wordt naar een van de drie rijen doorverwezen en aan het einde van de rij, achter ons, zie je de tentjes staan en onder dat tentje wordt de effectieve test afgenomen. Wie met de auto komt, blijft gewoon in de auto zitten. De test wordt afgenomen met een neuswisser. Na het afnemen van de test kan je onmiddellijk weer verder rijden. Zo'n 500 à 600 mensen kunnen hier dagelijks getest worden. Het gaat om Antwerpenaren die mogelijk besmet zijn, maar geen klachten hebben. Alleen wie een code krijgt van de overheid, kan hier terecht. Dat wordt aangeboden door de Vlaamse overheid. Zodanig dat zij zelf in de hand kunnen houden van welke mensen er wel of niet mogen getest worden. En dat ze ook de labocapaciteit kunnen beheersen over het ganse land. Dus het is niet zo dat iedereen zomaar die zin heeft in een test dat kan doen. Voor je getest kan worden, moet je je registreren op een website die nog in de maak is. De Antwerpse ziekenhuizen en huisartsen hebben dit testdorp gevraagd. Zij willen zich focussen op zieke patiënten. En door de toevloed aan mensen die getest moeten worden op COVID-19, wordt dat moeilijk. Wat maakt het zo moeilijk voor hen? Zij zitten met een toename aan COVID-gevallen aan zieke mensen. Als zij daar ook nog eens moeten de organisatie bij opnemen voor mensen te gaan testen die niet ziek zijn, dat vraagt van hen ook weer een hele inzet en een hele herorganisatie van hun functioneren. En daarom is het toch handig om die mensen naar ergens anders te kunnen doorverwijzen. Als het nodig is, kan de testcapaciteit uitgebreid worden tot 4000 testen per dag. De stijgende lijn van het aantal besmettingen zet zich door. Dit zijn de cijfers die we vandaag hebben en dat zijn nog altijd de weekgemiddelde. 2 weken geleden waren er elke dag nog gemiddeld 292 besmettingen. Een week geleden al 491. Dat is een stijging met 68%. 2 weken geleden werden per dag gemiddeld 18 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. De voorbije dagen waren dat er al 24 per dag. Dat is 35% meer dan de week voordien. Het gemiddeld aantal overlijdens is licht gestegen. Vorige week stierven gemiddeld 3 mensen aan het coronavirus. En hier bij ons zit Steven van Gucht, viroloog. Welkom. Wat zeggen die cijfers u? Wel, die cijfers zeggen dat het nog altijd aan het stijgen is. We zitten nog altijd in de opgaande fase van deze tweede golf. Het is belangrijk dat we dat afremmen.
Er is een klein lichtpuntje. Het lijkt wel dat die stijging een beetje lijkt af te nemen. Enkele dagen geleden was ze heviger. Het gaat iets trager. Maar het is niet zeker of dat gaat blijven aanhouden. Mm-hmm. Ja. Dus we moeten wel heel voorzichtig zijn. Ja, we blijven het altijd over die weekgemiddelde hebben. Hè. Terwijl we, als wij kijken naar het cijfer van gisteren, dat zijn meer dan 500 besmettingen. Ja. Waarom worden die dagcijfers niet meer officieel meegegeven? Zijn die zo onbetrouwbaar dan? Ja, wel, die dagcijfers, ja, men kan ze berekenen, hè, als men dat wil. Je kunt die van de website, als je kijkt naar het aantal nieuwe meldingen die er elke dag bij komen. Maar we geven er de voorkeur aan om de cijfers in te planten op de dag dat, of de besmettingen weer te geven op de dag dat ze vastgesteld werden. Wat we vandaag binnenkrijgen gaat om besmettingen van 3 dagen terug, 2 dagen terug, 1 dag terug. Soms is er iets een labo dat iets is vergeten te rapporteren. Dan kan dat soms besmettingen van 2 weken geleden zijn. Dus het is beter om dat op de juiste plaats van de curve in te plaatsen. En dat geeft een iets beter beeld. Dus u vindt het nog altijd beter om die weekgemiddelde mee te geven op die exacter zijn eigenlijk? Men kan ook op het dashboard dat we publiceren, kan men ook de cijfers van elke dag raadplegen. Hè. Hoeveel besmettingen zijn er elke dag geweest? Maar daar zit altijd een kleine vertraging op. De meest, gisteren, dat blijft nog altijd heel onvolledig. Dat moeten we aanvullen. We krijgen vaak in onze mailbox de opmerking er zijn nu wel evenveel besmettingen als in het voorjaar. Maar er wordt ook veel meer getest, natuurlijk. We kunnen dat laten zien aan de hand van een paar cijfers. Als we bijvoorbeeld de situatie nemen van 16 maart, toen de lockdown net was ingegaan, dat was ook een weekdag, er werden toen 387 besmettingen geteld. Afgelopen donderdag bijvoorbeeld waren dat er 591. En het aantal tests bedroeg op 16 maart 1892. Afgelopen donderdag waren dat er meer dan 24.000, bijna 25.000. Dat wil zeggen dat in maart 20% van het aantal geteste mensen positief was. Vandaag is dat 2% of iets meer. Dan rijst bij veel mensen de vraag, is dit echt wel een tweede golf? Is dit een groot probleem? Wel, het is zeker een tweede golf. Hè. Je moet gewoon maar naar de curve kijken en dan zie je die opgaande beweging. Dat is een golfbeweging, dat gaat omhoog. Hè. Hoe hoog dat die gaat worden, hoe lang dat die gaat duren, dat weten we niet. Maar wat dat wel belangrijk is, dat je vroeg ingrijpt. Als we een impact willen hebben op de verdere verspreiding en uiteindelijk op de ziekenhuiscijfers, dan moet je nu ingrijpen. Is dat de reden waarom we het vandaag ook altijd hebben over het aantal besmettingen en in de eerste golf vooral keken naar het aantal ziekenhuisopnames? Ja. Omdat we dan eigenlijk al te laat waren? Exact. We wisten toen eigenlijk al dat het virus volop aan het spreiden was in de bevolking, dat we onvoldoende testcapaciteit hadden om al die mensen te gaan testen. Dan lag de focus op de ernstig zieke mensen, de mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen. Dus er werd niet alleen minder getest, het waren ook de meer zieke mensen. Nu testen we heel veel mensen met milde symptomen. We testen ook contacten, mensen die terugkeren uit een rode zone of een oranje zone. Mm-hmm. Er zit een heel variabele categorie van personen die getest worden. En dat is goed, dat is nodig. Afgelopen dagen is ook al een paar keer gezegd van nu liggen de besmettingen vooral bij de jongere mensen. Maar is dat verhoudingsgewijs wel zo'n groot verschil met die eerste golf? Want in die eerste golf testen we de jonge mensen eigenlijk niet, omdat er te weinig tests waren gewoon. Ja, klopt. Dat is een goede opmerking. Dat is mogelijk ook een factor. Omdat er toen inderdaad meer gekeken werd naar ernstige symptomen, dan mis je misschien wel de jongere categorieën. Dus dat kan zijn. Het is wel één zekerheid dat als je niet ingrijpt, wat er nu circuleert bij jongere mensen, vroeg of laat, stroomt dat door naar oudere generaties en gaat dat problemen geven. Dat kan je niet blijven indijken. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen, op een gegeven moment circuleert er zoveel virus, dan kan je dat niet meer tegenhouden. U bent net terug van vakantie. U bent niet in quarantaine moeten gaan. Nee, gelukkig. Ik heb een goede regio gekozen. Ja, er is wel heel wat kritiek, hè, op die kleurenzones, oranje en rood, waar mensen zich dan plots in bevinden en in quarantaine moeten wanneer ze terugkeren. Terechte kritiek? Moet er iets veranderen aan het systeem? Ik begrijp dat dat heel lastig is voor de mensen, maar in essentie, ik denk niet dat het systeem gaat veranderen. Ik denk dat mensen moeten er zich van bewust zijn, als ze op reis gaan, dat er een risico is dat de zone waar men naartoe gaat, dat die van kleur kan veranderen. En dat kan soms heel snel gaan. En dat er dan consequenties zijn als we terugkeren. We moeten dat risico accepteren
En we mogen daar niet flauw over doen, want anders blijven we beter in België. Het is een realiteit wereldwijd, ook in Europa, dat de epidemie heel snel evolueert en dat sommige regio's, steden, dat de situatie heel snel kan veranderen. En dan moeten we daar gewoon naar handelen. Maar het is inderdaad een hele regio die vaak rood wordt ingekleurd. Als we nu kijken naar wat er afgelopen weekend gebeurde in Zwitserland, de hele regio rond Genève werd daar plots rood, terwijl het aantal besmettingen zich in de stad situeert en jij misschien op tientallen kilometers daarvan af kan zitten, helemaal alleen ergens in de bergen. Ja. En toch moet je dan in quarantaine gaan. Ja, dat heeft te maken met het feit dat we Europa op voorhand al ingedeeld hadden in bepaalde regio's. Zo regio's tussen de 800.000 en de 3 miljoen inwoners. Dat is zo het niveau waarop we werken. En als daar in die regio een deel heel donkerrood kleurt, dan heeft dat een gevolg voor de rest van de regio ook. En dat is wat er gebeurd is met die regio Genève, Wallis, Voot. Dat is eigenlijk één regio. Genève kleurt donkerrood. En dat heeft jammer genoeg ook een impact op de rest van het gebied. Het probleem is, wij kunnen als overheid nooit controleren wat de mensen precies doen op vakantie. En we kunnen ons enkel maar baseren op die cijfers en ergens op voorhand gebieden afbakenen. Maar ik heb het goed begrepen, aan dat systeem van kleurencodes gaat niet iets veranderen. Het is niet iets waarvan u zegt dat moet transparanter, dat moet anders. Nee, ik denk dat het wel goed is dat we duidelijk uitleggen op basis van welke criteria we die kleuren toekennen en hoe die regio eruit zien. Dat is op voorhand vastgelegd. Per land weten we op voorhand waar we de regio's afbakenen. Daar kunnen we natuurlijk nog meer over communiceren. Die zaken zijn ook wel openbaar, hoor. Dus dat ligt vast in een procedure. Ja, er zijn verschillende criteria die gehanteerd worden. Hè? Ja, zeker. Dus we hebben natuurlijk de cijfers, dat is de basis. Hoeveel besmettingen worden er vastgesteld in de voorbije 14 dagen? Maar dan kijken we ook naar de tendens. Is dat in stijgende lijn? Is dat in dalende lijn? De teststrategie speelt ook een rol. Is dat een land dat heel veel test of juist heel weinig? En zo zijn er nog een aantal criteria, sommige die we ook binnenkrijgen van de ambassades bijvoorbeeld, waarop we dan een gewogen advies baseren. Ja. Een vraag die ik u ook wil voorleggen is of de huidige maatregelen die we nu nemen voldoende zullen zijn om die tweede golf in te dijken. Als we bijvoorbeeld kijken naar wat er afgelopen weekend gebeurd is op de voetbalvelden en ook in de cafés waar ik gesupporterd werd voor twee belangrijke wedstrijden, dan zijn er wel wat vragen te stellen bij het feit dat het er aan toe gaat zoals het er aan toe gaat, met name met weinig afstand. Ik stel voor dat we eerst eens kijken naar een reportage daarover. Beerschot wint van oudheverlee Leuven. Supporters vliegen elkaar in de armen. Van enige afstand geen sprake. In coronatijden zijn het beelden waar artsen van schrikken. Maar ja, ik vrees dat we tussen een week en een tiental dagen toch weer de kwetsbaren hier op de spoed zullen toekomen van de mensen die achteraf na het feestje contact hebben gehad met hun eigen bubbel of de zwakkeren binnen hun eigen bubbel. Ook zaterdagavond na de overwinning van Antwerpen vreugdetaferelen, maar de gouverneur minimaliseert. Er zal altijd wel een beeld te vinden zijn waar men maatregelen niet heeft nagelegd, maar in het algemeen hebben de supporters echt voorbeeldig gedragen. Ook de supportersclub echt een grote pluim en grote dankbaarheid. De politie heeft vooraf gesensibiliseerd, heeft gezegd wat kon, wat niet kon, heeft ook toezicht gehouden en heeft ook opgetreden daar waar er problemen zijn vastgesteld. En ook op het veld is uitbundig gevierd. Ook hier zonder de nodige afstand. Daarom een oproep om groepsknuffels te bestraffen. Ik denk dat er inderdaad geen regels zijn zonder sancties. En dan moet de voetbalbond, dan moet de Pro League uitkijken welke sancties mogelijk zijn. Maar hoe dan ook moet er, als ze volharden in de boosheid, moet er daartegenover gesanctioneerd worden. Deze week begint normaal de nationale voetbalcompetitie. Maar of die kan doorgaan, daar is morgen nog overleg over. Om dit soort van taferelen te vermijden, met name rond sportgebeurtenissen, moeten de maatregelen nog strenger worden of niet? Ik denk dat in dit geval de voetbalsector ook zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Dit is niet goed voor hun imago, denk ik. Ze moeten dat beseffen. En ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. De overheid kan ook niet alles oplossen. Iedereen moet hier zijn rol spelen, zijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik denk dat dit echt niet goed is voor het imago van voetbal. En dat moet echt van binnenuit ook aangekaart worden, denk ik. Dat is een duidelijke oproep. Dank u wel, meneer Van Geert, voor de komst.
In verschillende steden heeft de politie het voorbije weekend de handen vol gehad om de coronamaatregelen te doen naleven. In Sint-Niklaas bijvoorbeeld schreef de politie een 20-tal PV's uit. Daar is het verplicht om in het centrum een mondmasker te dragen. Maar vooral in de uitgaansbuurt lappen veel mensen die regels aan hun laars. De politie kondigt nog meer en strengere controles aan. Regen en dus lege terrassen in Sint-Niklaas vandaag. Maar het voorbije weekend was het druk hier in de uitgaansbuurt. En de mondmaskerplicht die er geldt, werd lang niet door iedereen nageleefd. Wat onze korpschef hier afgelopen weekend met haar eigen ogen heeft vastgesteld, want ze is mee op patrouille gegaan, was echt onthutsend. Ze was gechoqueerd van de maatregelen die niet werden nageleefd. Ze heeft mensen gezien die mondmaskers uitwisselden, mondmaskers vielen op de grond, werden terug aangezet. De handen werden geschud, er werd gekust. Dus het was echt wel duidelijk dat de coronamaatregelen hier in de uitgaansbuurt echt wel terdege met de voeten werden geveegd. De politie schreef een 20-tal PV's uit en werd daarbij vaak verbaal agressief aangevallen. Ook sommige horeca-uitbaters zien het met de ledenogen aan. Kan ik alleen zeggen dat ze niet aan de regels houden. Dat dat slecht voor ons is natuurlijk. Dat is een slecht imago. En daar kunnen we niet veel aan doen. Uiteindelijk zijn we geen politie. We kunnen dat wel eens zeggen, maar dan krijgen we ook commentaar dat niet aangenaam is. Dus, Ze slingeren ook van alles naar uw hoofd dan? Ja, dan, jij hebt niks te vertellen en wij doen wat wij willen. Dus. Ik heb gezien dat mensen niet dragen een mondmasker, maar ik denk dat is niet goed. Dat is gevaarlijk voor iedereen. Jullie dragen het altijd? Ja, wij dragen altijd. Ik denk als mensen het echt niet willen dragen, ja, je kunt er boetes voor uitschrijven, maar... Ik denk een eigen idee dat dat misschien soms hoger staat dan die boetes. Met de hittegolf die voor de deur staat, wordt het nog lastiger om een mondmasker te dragen. De politie verwacht weer een moeilijk weekend. We gaan onze controles verscherpen. Dus er zullen veel meer patrouilles te zien zijn van de politie die expliciet op die maatregelen gaan controleren. Zowel in burger, dus in gewone kledij, politie, als in uniform. De NMBS gaat morgen met de stad Oostende en met de provincie West-Vlaanderen bekijken hoe ze situaties zoals die van afgelopen vrijdag kan vermijden. Toen stonden honderden reizigers opeengepakt in het station van Oostende door een incident met een trein. Op de beelden is te zien dat de 1,5 meter afstand niet meer kon worden gegarandeerd. De provincie dringt nu aan op een snelle oplossing met de hittegolf in het vooruitzicht. Er zou een plan moeten komen voor alle Belgische treinstations. Dergelijke incidenten kunnen overal in gans België zich voordoen. En nu met de COVID is het belangrijk dat we voldoende afstand tussen mensen behouden. Dus volgens mij is dat een plan die in elk station in België van toepassing kan zijn. Wie kort voor de middag in Oost-Duinkerke was, kon daar een opmerkelijk schouwspel gadeslaan. En ook in de buurgemeente, voor wie wat geluk had. Er was een grote waterhoos te zien op de Noordzee. Waterhozen komen niet zo vaak voor aan onze kust, maar af en toe treden ze wel op. Vooral in de tweede helft van de zomer en in het najaar, wanneer het zeewater wat warmer is, kunnen waterhozen ontstaan door de koude bovenluchten. Een waterhoos is een klein trechtervormig slurfje aan de onderkant van een wolk boven water. In dit geval was dat de Noordzee. En die ontstaat onder invloed van snel draaiende luchtbewegingen. De combinatie van het relatief warme zeewater en de koude bovenluchten. Zo'n waterhoos is heel mooi om te zien. Gevaarlijk als je op zee bent, maar als je aan land bent, dan gaat zo'n waterhoos al gauw aan kracht verliezen en zal dus aan land zelden voor schade zorgen. En intussen komt er dus een hittegolf aan. Vanaf woensdag krijgen we temperaturen boven de 30 graden. Veel woonzorgcentra proberen zich voor te bereiden en nemen extra maatregelen bovenop de coronamaatregelen. Bewoners moeten veel drinken, op de heetste momenten binnen blijven, zware inspanningen vermijden en ze krijgen vaak ook een aangepast menu. Ik heb schrik als ik te veel water drink. Dat ik naar het wc moet lopen. Maar het is toch belangrijk om regelmatig een glas water te drinken. Ja. Het standaard hitteplan ligt klaar in de wingerd in Leuven. Maar de coronasaus die er nu overheen moet, zorgt toch voor extra stress. Ouderen hebben minder dorstgevoel bij hittegolf. Zeker als we hier met een populatie van mensen met dementie zitten. Die gaan ook vergeten dat ze moeten drinken.
Die hebben niet de reflex om een glas dat aangeboden wordt leeg te drinken. Vandaar dat we in dit soort momenten van hittegolf vaak beroep doen op de familie, wat nu met de beperkende maatregelen een beetje moeilijker verloopt. Corona was het moeilijkste eigenlijk. Hè? Maar de hittegolf die kunnen wij goed verdragen en wij hebben een ventilator in onze flat staan. De komende dagen worden een evenwichtsoefening. Personeel zal een middenweg moeten vinden tussen het ventileren van een ruimte wat goed is voor corona, maar wat dat niet ideaal is in een hittegolf. En vandaag zijn er geen mensen die hoesten in de wingerd. Dus dat is een goede zaak. Dan kunnen we ventilatoren blijven inzetten. Maar het ogenblik dat wij terug een vermoeden van een infectie hebben, waarbij dat iemand begint te hoesten, is dat ook eigenlijk iets wat je al niet meer kan doen. De bewoners hebben mantelzorg net nu hard nodig, maar die is te beperkt. Zij moeten altijd een contact hebben met een mondmasker en mogen elkaar niet aanraken. En dat is toch iets wat we graag willen aanklagen. Mensen met een beperkt perspectief in hun leven wordt hier het recht ontzegd om nog een intiem contact met hun naaste te hebben. Santé. Santé. Consumentenorganisatie Testaankoop raadt af om nog online bestellingen te plaatsen bij de modeketens Brentano, CKS en Fred & Ginger. Vanmiddag verklaarde de ondernemingsrechtbank van Mechelen het moederbedrijf FNG failliet. Veel winkels zijn dicht, maar online is het nog altijd mogelijk om bestellingen te plaatsen. Bovendien worden er forse kortingen aangeboden. Maar volgens Testaankoop is de kans klein dat de bestellingen nog effectief worden geleverd of dat je geld terugkrijgt wanneer dat uiteindelijk niet lukt. Nu kan het bedrijf misschien nog overgenomen worden. Als er een overnemer gevonden is, dan kan je als consument die bestelling misschien nog ontvangen. Is dat niet het geval, dan zal de curator een lijst opstellen van alle mogelijke schuldeisers die er zijn. En dan sta je als consument helemaal achteraan in de rij. Eerst zullen de banken die leningen hebben uitgeschreven worden vergoed, de overheid, de RSZ en zo verder. En pas daarna kijkt men naar al die individuele klanten die nog geld te goed hebben van het bedrijf. De Brusselse concertzaal Ancienne Belgique zet de samenwerking stop met meer dan 200 externe medewerkers. Omgerekend gaat er om 30 voltijdse banen. Een rechtstreeks gevolg is dat van de coronacrisis. En het treft bijvoorbeeld freelance podiumtechnici en horecapersoneel dat soms al lang aan de slag was bij de AB. Arme Joe, arme Joe, geen geluk voor jou. De Brusselse Ancienne Belgique verwelkomt in een normaal jaar binnen- en buitenlandse artiesten. Die zijn samen goed voor zo'n 500 concerten. Maar sinds begin maart is er hier geen muziek meer te horen en nu wordt er drastisch ingegrepen. We hebben beslist dat er een 200-tal freelancers, dat we daar de samenwerking mee moeten stopzetten. De oorzaak is heel eenvoudig. Corona, COVID-19 natuurlijk. We mogen amper nog concerten organiseren, nu nog maximum voor 100 personen. De internationale tournees die liggen volledig lam. En de uitzichten zien er ook niet goed uit. In de evenementensector werken zo'n 80.000 mensen, een deel daarvan op freelance basis. Maar of het nu gaat om podiumbouwers, geluidstechnici, cateraars of poetsploegen, iedereen in de sector ziet af. Er zijn op dit moment 200 gezinnen weer getroffen bij de AB. Dat zijn zowel freelancers als een stuk gewoon tijdelijke medewerkers. Maar eigenlijk doorheen de sector zijn er de laatste weken alle dagen 200 mensen die eigenlijk hun job verliezen in allerlei bedrijven. Heel vaak individuele mensen die ontslagen worden. Maar het is eigenlijk een gigantische ramp in onze sector. Alle dagen gaan er mensen uit, zowel freelance als medewerkers. Het uitblijven van enig perspectief weegt zwaar. De blik op het najaar is bij de AB dan ook de trigger geweest om in te grijpen in het personeelsbestand. Het najaar is eigenlijk een beetje een soort van Sahara waar je eigenlijk naar kijkt. Je kan nog heel weinig dingen organiseren. En daarnaast, hoe je draait of keert, je zit ook in een soort van angstpsychose waardoor mensen ook überhaupt geen tickets kopen. Dus dat is toch wel redelijk dramatisch te noemen. De sector onderhandelt volop met de politiek over een mogelijke financiële reddingsboei. En ook de bouwsector vraagt steunmaatregelen aan de overheid om de crisis te overbruggen. Er is nog werk waar de bedrijven aan kunnen beginnen na het bouwverlof dat nu afloopt. Maar voor de volgende maanden komen er volgens de Bouwunie nauwelijks opdrachten binnen. De sector vraagt maatregelen om particulieren en bedrijven te stimuleren om te bouwen of te verbouwen. Het Rode Kruis vraagt dat mensen ook tijdens de coronacrisis bloed blijven geven.
De laatste weken daalde het aantal bloeddonoren van 300 per dag naar 150. Dat kan leiden tot een tekort aan bloedplaatjes. Het Rode Kruis zegt dat er speciale maatregelen zijn genomen om besmettingen in de donorcentra te voorkomen. In Zaventem zijn de werkzaamheden begonnen aan een lange fietsbrug over de Brusselse ring. Die zal Zaventem verbinden met Diegem. De brug wordt een belangrijke schakel in de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, die door veel pendelaars gebruikt wordt. Het verkeer op de ring moet tijdelijk over 3 versmalde rijstroken en de snelheid wordt er verlaagd naar 70 km per uur. De werkzaamheden aan de fietsbrug zullen meer dan een jaar duren. De man van 64 die gisteren 2 zware verkeersongelukken heeft veroorzaakt in Houthalen-Helchteren, zegt dat hij onwel is geworden achter het stuur en zich niks meer kan herinneren. Ook het parket gaat er na het verhoor van de man van uit dat de bestuurder een onderliggend medisch probleem heeft. Bij de 2 ongelukken, vlak na elkaar, raakten maar liefst 12 auto's betrokken en 14 mensen raakten gewond. De ravage is ook vandaag nog zichtbaar op de grote baan in Houthalen-Helchteren. Van deze flitspaal blijft nog weinig over, nadat de bestuurder gisteren een eerste keer met zeer hoge snelheid crashte in zijn pick-up. Ik stond daar geparkeerd met mijn auto, voor te wachten dat het groen werd. Mede dat er hier iemand komt aangeraasd, waar we een heel harde slag horen. En ik dacht dat er iemand ergens tegenaan was gereden. We zien een witte auto gecatapulteerd worden. Hier op de flitspaal. Bij de eerste crash raakt de bestuurder 3 andere wagens. Hij vlucht meteen weg, rijdt met hoge snelheid over de berm in de verkeerde richting en crasht daar opnieuw aan het volgende kruispunt. Dit keer rijdt de man in op maar liefst 9 andere wagens. Die mensen waren in shock en verrast toen een pick-up in hun zichtveld kwam en die man is gecatapulteerd over een wagen. En heeft daar een ravage veroorzaakt tussen een 8-tal, 9-tal wagens aan het kruispunt. We zijn nog altijd aan het opruimen, u ziet het. Het is heel bijzonder en ook heel dramatisch. Alles samen raken 14 mensen gewond bij de 2 ongevallen. De bestuurder blijkt niet onder invloed van alcohol of andere drugs. Heeft hem iets gekregen? Heeft hem dat voor expres gedaan? Want wat mijn mening was eigenlijk als eerste dat het een aanslag was. Waarom hij dit gedrag heeft gesteld, op dit ogenblik hebben we daar nog geen zicht op. Dat is voor van het onderzoek. Maar jullie kijken ook wel in de richting van een medische oorzaak. Wel, alle elementen worden verzameld en zullen worden geanalyseerd. Ik kan over de inhoud van het dossier zelf op dit ogenblik niets kwijt. De bestuurder, die intussen is verhoord, zegt dat hij een blackout heeft gekregen achter het stuur en zich niets meer kan herinneren. Ook het parket gaat er op dit moment van uit dat de man door een onderliggend medisch probleem de ongevallen heeft veroorzaakt. Oh, 14 augustus 2018. In Genua stort de immense Morandi-brug in tijdens een zwaar onweer. 43 mensen komen daarbij om het leven. En vandaag, net geen 2 jaar later, wordt een nieuwe brug geopend. Sinds april vorig jaar is dag en nacht daaraan gewerkt. Het nieuwe bouwwerk wordt de San Giorgio-brug genoemd. De officiële opening van de brug gebeurt op dit ogenblik trouwens in aanwezigheid van de Italiaanse president Mattarella en van premier Conte. Vooral voor Genua, maar ook voor de rest van Italië, is dit een moment van weer opstaan. De bouw van de nieuwe brug is relatief snel verlopen en ze zou ook zeer veilig zijn. Bijna een jaar en 4 maanden is in Genua aan de nieuwe brug gewerkt. Letterlijk dag en nacht. Zelfs tijdens de Italiaanse coronalockdown is niet gestopt. 1000 mensen werkten op een grote bouwwerf die in 20 kleine werven was onderverdeeld. La costruzione è cominciata il 15 di aprile e ovviamente il vecchio ponte era ancora presente. 80.000 tonnellate di calcestruzzo nello stesso sito. Quindi lavorare le 2 lavorazioni, demolire il vecchio ponte e costruire il nuovo ponte è stato un esercizio di project management e di coordinamento estremamente importante. Juni vorig jaar was een cruciaal moment. Toen werden de niet ingestorte delen van de brug opgeblazen. Daarna kwamen de werken aan de nieuwe brug in hun stroomversnelling. De nieuwe brug, die nu de San Giorgio-brug heet, is 1200 meter lang en wordt gedragen door 18 betonnen pijlers. De brug is een ontwerp van de bekende Italiaanse architect Renzo Piano.
Het bouwwerk wordt als hoogtechnologisch omschreven. De staat van de brug wordt permanent opgevolgd. Ci sono tutta una serie di sensori che ci dicono in tempo reale lo stato dell'opera e le condizioni degli elementi strutturali. Questo viene trasmesso a un'unica centrale dove un sistema di intelligenza artificiale elabora i dati e gestisce questi dati. De meeste inwoners van Genua vinden dat de nieuwe brug uiteindelijk snel opgebouwd is, maar de wonde van 2 jaar geleden is niet geheeld. Commuovo ancora, mi viene magone perché quello che è successo e non voglio manco guardarlo. De gewezen Spaanse koning Juan Carlos verhuist naar het buitenland. Dat heeft hij laten weten aan zijn zoon, koning Felipe. Juan Carlos is verwikkeld in een groot fraudeonderzoek. Zo zou hij een fortuin hebben witgewassen in het buitenland en voor miljoenen euro's aan belastingen hebben ontdoken. De huidige koning, Felipe, stond onder zware druk om maatregelen te nemen tegen zijn vader. Nu laat het Koninklijk Paleis dus weten dat Juan Carlos Spanje verlaat. Waar hij naartoe trekt, is nog niet bekend. De eerste commerciële bemande ruimtevlucht ooit is succesvol afgerond. Gisteravond landde de bemanning van de Dragon Capsule van het Amerikaanse bedrijf SpaceX veilig in de Golf van Mexico na een verblijf van 2 maanden in het internationale ruimtestation ISS. Het was de eerste keer sinds 45 jaar dat er weer eens astronauten in zee zijn geland. Gisteravond om 8:45, precies volgens plan, maakte SpaceX Dragon Capsule een zachte landing in het water voor de kust van Florida. Splashdown. As you can see on your screen. Astronauten Doug Hurley en Bob Behnke worden op een ludieke manier welkom geheten door de vluchtleiding. Welcome back to planet Earth and thanks for flying SpaceX. Enkele privéboten komen niet volgens plan gevaarlijk dicht in de buurt van de pasgelande capsule. En pas nadat ze zijn weggestuurd, kunnen de astronauten veilig uit het water worden getild en uit hun capsule gehaald. Nadien gaan ze met het vliegtuig naar de NASA-basis. This has been a quite an odyssey the last 5, 6, 7, 8 years, and to be where we are now, the first crewed flight of Dragon is just unbelievable. Met het commerciële SpaceX-programma kunnen de Amerikanen opnieuw hun eigen astronauten van en naar het internationaal ruimtestation brengen. De afgelopen jaren moesten ze daarvoor een beroep doen op de Russen. There's something special about having that capability to launch and bring your own astronauts home. And we went through a lot of years without that capability. And I think we're both super, super proud to have been just a small part of the team. De volgende vlucht van SpaceX staat gepland voor deze herfst. Onze ploeg, die de hele zomer de grote steenwegen verkent, rijdt deze week langs de N6. Vandaag houdt ze halt in Kuregem, een wijk in Anderlecht waar de lockdown zwaar op de maag kwam te liggen. Meer na de sport. Dag Aster, het is blijkbaar nog altijd niet afgelopen met het juridisch getouwtrek in ons Belgisch voetbal. Kan jij nog volgen, Wim? Jij gaat het vertellen, dan zijn we weer helemaal mee. Nee, maar blijkbaar is het nog niet afgelopen. Maar het is geen verrassing, het hing in de lucht. Er was vrijdag op de verlossende algemene vergadering van de Pro League maar 1 club die zich blijkbaar benadeeld voelde en recht meende te hebben op een plaats in 1A. En dus heeft die club nu de voorspelbare juridische stappen gezet. Westerlo dagvaart de Pro League en de Belgische Voetbalbond en eist naast onmiddellijke toetreding tot 1A ook een schorsing van de competitie en dan meteen ook een nieuwe kalender. Westerlo stapt naar de rechter in kort geding, wel te verstaan, want dat het met de competitie die zaterdag al begint ja, snel moet gaan, dat hoef ik u niet uit te leggen. Standaard supporters konden vanmorgen opgelucht ademhalen. De financiële toekomst van de club lijkt verzekerd. Na een maandenlange en moeizame zoektocht naar vers geld heeft voorzitter Bruno Venanzi een nieuwe investeerder gevonden. Eindelijk, en het is deze man, François Fornieri, een luikenaar, een eigenaar van het farmaceutische bedrijf Mitra, waar ook Mark Koeken in geïnvesteerd heeft. Fornieri neemt bij de Roesjes minstens de helft van de aandelen over en voert meteen ook een kapitaalsverhoging door. Venanzi blijft wel voorzitter. Fornieri komt in de Raad van Bestuur terecht. Ja, veel stond er
Niet meer op het spel gisteren in de terugwedstrijd van de promotiefinale. Leuven en Beerschot behaalden afgelopen vrijdag na de vergadering van de Pro League eigenlijk al de belangrijkste overwinning van het jaar. Ze mogen volgende week aantreden in 1A. Maar Beerschot bewees gisteren wel dat het klaar is voor de start van de competitie. De Antwerpenaren wonnen overtuigend met 1-4 en kronen zich zo tot kampioen van 1B. Kampioen spelen, het doet wat met een mens. Vraag dat maar aan Beerschot-trainer Hernan Losada. In zijn eerste jaar als coach meteen de titel pakken, je moet het maar doen. Het was een emotioneel moment, want ik heb veel meegemaakt met deze club. En het was altijd een droom geweest om terug naar de eerste klasse te gaan. Het was helemaal anders om te promoveren door een beslissing van de Pro League, door de corona, dan te promoveren als kampioen. En dit gevoel is fantastisch. Door de grote ontlading is de viering niet echt coronaproof. Het zijn dan ook spannende tijden geweest in de aanloop naar de finale. En de titel geeft Beerschot het nodige vertrouwen. Het is een rollercoaster geweest van emoties. Maar ik ben er vrij zeker van dat we klaar zijn voor 1A. Ook in de voorbereidingswedstrijd tegen alle eerste klassers hebben we het goed gedaan. Hebben we af en toe zelfs een betere in de wedstrijd geweest. Dus ik ben 100% zeker van dat we klaar zijn voor 1A. En ik hoop dat we veel ploegen gaan kunnen verrassen. Minder optimisme bij OHL na de nederlaag. Op minder dan een week voor de aanvang van het seizoen in 1A is de spelerskern nog lang niet compleet. Het is zeker niet ideaal, maar het is de situatie. En ik denk dat wij een voldoende sterke ploeg hebben om combatief te zijn. Alleen willen wij natuurlijk altijd als club een zo sterk mogelijk elftal dat eventueel zelfs hoger kan richten. En dat moeten we snel bij elkaar kunnen vinden. En nog een ploeg die vrijdag opgelucht ademhaalde is Waasland Beveren. Oef, ze zijn erbij in 1A. De club heeft zijn slag thuis gehaald, maar echt reden voor een hoera-stemming is er nu ook weer niet. Want door die maandenlange onzekerheid is de voorbereiding op een seizoen in 1A alles behalve evident verlopen. En na jaren van degradatiegevaar moet het niveau sowieso naar omhoog. De put van Waasland Beveren was al gegraven voor een verblijf in het kerkhof van 1B. Maar de verrijzenis is er alsnog gekomen. Al wordt het niet evident om na dit jaar dat kerkhof te vermijden. Het kerkhof. Natuurlijk moeten we ons bewijzen dit jaar. Ik denk dat we nu ook niet iedereen achter ons hebben staan door wat we gedaan hebben. Maar uiteindelijk is het gewoon terecht dat we in 1A zitten. En nu moeten we ook gewoon bewijzen dat wij daar thuis horen. We zijn enorm opgelucht. Natuurlijk heeft het heel wat voeten in de aarde gehad, maar we zijn opgelucht dat we nu in 1A kunnen aantreden. Coach Nicky Haaien weet nu eindelijk waarop hij zijn groep moet voorbereiden. Maar hij heeft van bij het begin 1A en 1B voor ogen gehouden. Het verschil 1A en 1B is niet meer zo groot als in het verleden. Dus wij gaan ons gewoon verder plannen en we zien wel wat de uitkomst gaat zijn. Het was natuurlijk wel moeilijker naar tegenstanders zoeken en de juiste vrije dagen geven en de juiste prikkels geven. Maar goed, daar hebben we wel een goede evenwicht in gevonden en op dat vlak hebben we veel stappen gezet. Versterkingen naar Waasland Beveren halen was niet evident tot nu toe. Voorlopig was de trainer aan handen en voeten gebonden. Onze groep is ook nog niet al te breed. En goed, wij moeten gewoon kijken welke opportuniteiten zich voordoen. De transfermarkt is ook nog niet losgebarsten, dus daar gaan nog veel spelers vrijkomen of beschikbaar worden gesteld. Ja, en daar moeten wij gewoon kijken wat we daarin nodig hebben voor deze groep nog te versterken. Waasland Beveren hoopt wel dat de andere ploegen hen niet scheef zullen bekijken door de perikelen van de voorbije weken. Als klein jongetje of meisje droom je ervan het beslissende doelpunt, de winning goal maken in de finale en zo je team naar eeuwige roem leiden. Wel, stel je voor dat je die droom niet één, maar twee keer waarmaakt. Het overkwam Lior Refailov. Net als in 2015 bij Club bezorgde hij zaterdagavond Antwerp de beker. Tegen Club, nota bene. Wij zochten de matchwinnaar op voor een exclusieve babbel in Edegem. Daar is hij dan, de nieuwe koning van Antwerpen. Lior Refailov maakte afgelopen zaterdag de enige goal in de bekerfinale en bezorgde zo Antwerp zijn eerste trofee in 28 jaar. It's a great feeling, especially against Club Bruges, with all the history that I had with this club. It was a very emotional moment. I feel very good over here. I felt the duty also to bring this title also for Antwerp fans. Voor twee ex-Bruggelingen was het zaterdag dus een speciale triomf. Refailov en Leko, nogthans een combinatie die in het Brugse niet wilde lukken. Leko, dat
came from Bruges to Antwerp. We didn't work so good together in Bruges, and we have to show to everybody that we can do it over here in Antwerp and it can work in a good way. En dan was er nog de factor Lam Kelzee. Rafaelov vindt hem een hele goede speler, maar er moet wat veranderen. And I tried to speak with him already many times during last year that for his future, if he want to be a rich guy, to reach high level of football, to be for football career, that he have to must change something on his lifestyle. With Ivan, he cannot do what he did in the last 2 years. That I'm sure. Maar hoe dan ook, de beker die is alvast binnen. Just to achieve one trophy or one title, it's nice and it give you a great feeling and satisfaction. But it's not a moment to stop. Vanavond meer over die bekerfinale in Extra Time. Want Frank is terug met Hernan Losada en Ivan Leko, die we net zagen als gast. En Peter van den Bent en Arnaud Vidarsson als analist. Dankjewel om daar nog wat reclame voor te maken. 10 voor 10 op canvas. Ja. Goed, een nieuwe week, een nieuwe steenweg. 9 weken lang verkennen we de 9 grootste steenwegen van het land. Die vertrekken allemaal in Brussel en waaieren uit over het hele grondgebied. Deze week rijdt onze ploeg op de N6. Die start in Anderlecht en loopt bijna recht naar beneden naar de Franse grens. Vandaag houden ze halt in Kuurichem. De N6 is met zijn 66 kilometer de kortste van de 9 grote steenwegen. Hij vertrekt hier aan de Anderlechtse poort in Brussel om dan via Sint-Pietersleeuw, Halle en Bergen richting Franse grens te duiken. Maar vandaag blijven we hangen in Kuurichem, een wijk in Anderlecht die meestal niet positief in het nieuws komt. Maar hier gebeuren ook andere zaken. We hebben afgesproken met Hayat, die een naschoolse kinderopvang heeft in hartje Kuurichem. Bonjour. Ça va? De afgelopen coronamaanden draaiden ze hier overuren. Quand la ministre a dit vous pouvez sortir dans les parcs, vous pouvez vous promener, etc. Mais je dis mais dans le quartier ici dans Kuurichem, il y a pas de parc. Donc je me suis dit les enfants et les familles ils vont se promener où? Et là je me suis dit mais toi tu as un jardin. Et donc on a proposé tout de suite, on a envoyé un message à tous les parents en disant ben voilà, vous pouvez nous téléphoner, prendre un rendez-vous et vous pourrez rester tout seul pendant une heure dans le jardin que pour vous tout seul. Donc tout ce jardin pour une famille. Et c'était un succès? Ça a été un grand succès. Voor de kinderen was en is de tuin een verademing. Ben à la maison, il y avait rien à faire. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. Tout le monde était occupé. Moi, j'étais assis. Après, je demande à ma mère. Et maman, je ne suis pas allée à l'école d'Edouard. Elle me dit OK. Jusque maintenant, la seule famille que j'ai entendue retourner à l'étranger, c'est des Tunisiens. Mais le reste, le Maroc, personne n'est parti au Maroc. On a des familles, ils ont l'habitude de partir 2 mois. Ils ne sont pas partis, ils sont restés. Donc, tu es fatiguée maintenant? Je suis très fatiguée parce que nous, on n'a pas arrêté. Hein. We kunnen Kuurichem niet verlaten zonder een bezoek aan de abattoir, de grootste markt van het land. De markt zelf staat hier van donderdag tot zondag, maar ook de andere dagen valt hier wat te beleven. Je zei weer dat we zondag zo op de markt zijn, met onze project Collectmet. Ja? Ja, om groentjes te gaan halen van de marktkramers. Die onverkocht groenten. En, fruit, ja. En hoeveel halen jullie dan zo op? Gemiddeld 3,5 ton. 3,5 ton? Ja. Dat echt achterblijft? Gemiddeld. Ja, die achterblijft, ja. En dan maandag, ja vandaag, dan gaan we die uitdelen aan de mensen die het niet te breed hebben eigenlijk thuis. En er wordt samen gekookt met de buurtbewoners. Grace komt hier zowat alle dagen helpen en houdt van haar buurt. I like it, I love it. Because it's full of life. The place is really full of life, just like Africa. That's why you like. Yes, that's why I like it. Kom hier dus zeker eens binnenwandelen als je in de buurt bent. Morgen verlaten we Brussel en rijden we richting Sint-Pietersleeuw. Vanavond zien we misschien nog enkele buien in het centrum en het oosten van het land. Vannacht wordt het stilaan overal droog en rustig met kans op nevel of mist. Minima tussen 8 en 15 graden. Morgen krijgen we brede opklaringen, afgewisseld met wolkenvelden. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden. In Antwerpen is gestart met de bouw van een testdorp. Daar zullen elke dag 600 Antwerpenaren kunnen getest worden op corona als ze zich op voorhand registreren. Het is een van de stappen om de tweede golf onder controle te krijgen. En dat is volgens viroloog Steven van Gucht
absoluut nodig. Dank voor het kijken. Fijne maandagavond. Onder dat tentje wordt de effectieve test afgenomen. Wie met de auto komt, blijft gewoon in de auto zitten. De test wordt afgenomen met een neuswisser. Na het afnemen van de test kan je onmiddellijk weer verder rijden. Het is niet zo dat iedereen zomaar die zin heeft in een test dat kan doen. Er is wel één zekerheid dat als je niet ingrijpt, wat er nu circuleert bij jongere mensen, vroeg of laat stroomt dat door naar oudere generaties en gaat dat problemen geven. Dat kan je niet blijven indijken.